Hey, goedemiddag. Ik heb vandaag een Tesla en het vrijzetten van de Tesla in de towmodus, dat kennen we inmiddels allemaal natuurlijk, hè? Bij het stukje service sleepmodus. Maar wat te doen als de sleepmodus niet werkt? Kijk, werkt niet. Voet op de rem, maar hij werkt niet. Het probleem met deze auto was dat hij eigenlijk in eerste instantie helemaal niks deed. En na wat heen en weer gefriemel met de hendel vasthouden. Dat soort handelingen. En de sleutel in dit geval op de herkenningsplek leggen. Dat is of hier in het bakje of hier tegen het klepje aanhouden. Kreeg ik het scherm aan. Maar dat zijn we nog niet, want hij doet nog niks. Kijk, klokken doen het niet. Ik heb de auto daar vandaan in valet-modus gezet. Dan vraagt hij om een code. Als de klant dat heeft ingesteld. Die code toets je in. En je hebt de auto. Kan je switchen van gebruikers. Wanneer je dat gedaan hebt. Ga je naar. Even denken. Wat was het ook weer? Zelf even zoeken. Even kijken. Nee. Veiligheid en beveiliging. Dat was hem. Scroll je naar beneden. En dan heeft hij hier pincode voor rijden. Die functie heb ik in dit geval uitgezet. En op het moment dat die functie uitgezet is. Ook al staat de auto volgens jou niet aan of uit. Rijdt hij wel. En ook achteruit. Rijden we gewoon, zonder problemen. Scherm aanzetten, in valet-modus en de pincode voor het rijden uitzetten. Dat heeft bij mij geholpen. Misschien bij jullie ook. Doe je er voordeel weer mee. Tot de volgende.